per week. Dat ging per week toen, hè? Ja. En dan moest je klinkende munt, moest dat... Ja, dan kwam die meneer dan van de maandagmorgen. Maar wat verdien je dan op? Ik dacht dat mijn schoonvader, die had het hartstikke goed, want hij moest 2 keer belasting betalen omdat de Breitwijk woonde en mee werkte en in Den Haag woonde. Dus hij moest voor mensen belasting betalen. En toen deed hij de 28 gulden. 28 gulden in de week. In de week. En toen ik in 53 trouwde, had ik 45 gulden in de week. En toen kon ik mijn huis waar ik nu in woon kopen voor 16.000 gulden. Maar dat durfde we niet, want dat deed je niet. Daar heb ik nu nog spijt van. Nou, dat had ik zeker. Ja. Trouwens, eigenlijk zij ligt nu ook met één geregeld, maar het werken we samen. Ja. Voor ons bruikbaar zijn kan je heel veel doen. Want je ziet ook deze tafel, zo'n prachtige tafel. Het zijn deuren en die worden weggegooid straks. En we hechten er geen waarde meer aan, maar je kan er nog ontzettend veel plezier van hebben. En als je dit zo ziet, dan is dit internationaal een prachtig initiatief. En dan kom je hier en hij zegt ook aan mij tijdens de wandeling van kom, wat is die openbare ruimte hier, zo'n wijkpark, zo'n Haagse. Dat is kracht van deze wijk. Dat is toch vrij mooi, want dat geeft mij een gevoel als bewoner. Als iemand die dan ook heel veel vrijwillig doet. Dan geeft het mij een kick om door te gaan met waarmee je bezig bent. Waarschijnlijk wisten mensen hier al een paar jaar dat ze weg moesten. Dan ga je niet meer je tuin heel mooi maken. En waarschijnlijk waren er ook van, veel mensen in de tuin, weinig gebruik als dunvlek. Kijk ik bij mijn onderburen in de tuin die net zo verpauperd zijn eigenlijk als hierachter. Alleen dan staat het gras geen halve meter hoog, omdat het of er geen gras is, of er sowieso helemaal niks is behalve tegels. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen hier datzelfde hebben gehad. Alleen hier staan wel meer bomen dan in mijn stuk. En je zag heel veel zaad van de S-toren over opschieten. En heel veel winden en... onkruid. Maar zijn het onkruid. Van de stadstuinen waar je eigenlijk van buiten de straat zeg maar helemaal... Ja, het is gewoon een gesloten... Ja, is mag je blijven liggen, Wie is die man? Wie is die man? Wacht even, hier heb ik dat gedaan. Oh, kijk, ook dit is helemaal grappig. Wie is die man? Elke vrijdag het feest. Hoe andere hotels, Sikri? Er is natuurlijk, je kan bij de tophotels, weet je precies wat je krijgt. Ja. Die allemaal prachtig. Maar het heeft ook een soort slijtage van een standaard. En hier wordt op maat gedacht en nagedacht. En volgens mij is het gewoon veel beter. Ja. Het is gewoon de 6 sterren. Het is wel voor het eerst, neem ik aan, dat jullie op die manier slapen. Of niet? In een auto slapen? Ja, absoluut. Ja, ik heb ooit een keer in een busje geslapen. Dat was bij de Fotokina. Ja. En op de voorbank. Ja. Daar kwam ik geradbraakt uit. Maar ik denk dat dit... jongens, kijk, er zit de prinses op de ertje, joh. Ja, het is echt... Geweldig. Ja, ja. Nee, en al die persoonlijke aandacht. Ik ben natuurlijk helemaal te gek, hè? Zo wordt je bed nooit opgemaakt. Dat wil je toch? Ja, dat is zo. Maar geweldig. Eigenlijk is het zo dat alles wat standaard is ook ongelooflijk saai is. Ja, en op een gegeven moment wen je eraan en dan is het van ja. En dan denk je van, ben je nou wel lekker bezig, maar dit is gewoon. Dat is wel heel erg uniek natuurlijk. Maar zijn jullie Haagenaars? Ja? Ja, ja. Ja, we wonen hier. Dus werk hier in de wijk. Je woont hier een paar meter vandaan? Nee, we wonen in Loosduin, maar ik werk hier in de wijk. Oh ja, ja, dus dat, heel leuk. Ja. Goed hè? Want die man... Nou ja, het lijkt me gewoon gaaf om hier een nacht te slapen. Zelfs al zou ik niet slapen, dan... Dan wordt het een hele leuke nacht met boeken bij ons. En we krijgen schutzaklampen en we hebben wijn bij ons en whisky. Het komt allemaal goed. Oh, dus je komt behoorlijk uitgeslapen 's ochtends. Ja, en anders doe ik dat thuis alweer. Ja, ja. En jij gaat ook douchen? Heb je gezien waar hoe ja, dat... Ja, ik heb het gezien. Oh, ja. Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Het ziet er wel erg... primitief uit, moet ik zeggen. Maar je vindt ook van, spannend gewoon. Je bent niet zo van het standaard. Om nou, zo... ik vind ook standaard, dat hebben we al gehad. Ja. Wij zijn altijd wel... Wij vinden het wel een uitdaging om een ander hotel te vinden dan een gewoon standaard hotel. Ja, dus. Ja.